Vandaag in Wat zegt het volk de top 5 van de best bekeken onderwerpen van dit jaar tot nu toe. En verder zie je de uitslag van onze poll en het resultaat van onze zelfgemaakte carnavalskraker. Welkom bij aflevering 41 van Wat zegt het volk. Here we go! Zie dus onze carnavalset die we de afgelopen week gemaakt hebben. Naar aanleiding van de tips die jullie gaven vorige week in de uitzending. Maar eerst gaan we naar onze top 5. Tot nu toe hebben we in 2017 al 17 onderwerpen voorgelegd aan de mensen op straat. Vandaag hebben we de 5 items die het best bekeken zijn gerangschikt. En daar zie je een compilatie van. We beginnen uiteraard met de nummer 5. Op 5 staat het item over stemrecht. Wat vinden we ervan dat iedereen mag stemmen, ook als je helemaal geen verstand hebt van politiek? Die mensen stappen in de trein en dan vragen ze aan mij: meneer, meneer, ik heb de trein Groningen. En die mensen hebben stemrecht! Zou er een voorwaarde gesteld moeten worden aan het uitbrengen van een stem? En wat zou dit dan moeten zijn? Mag iedereen stemmen in Nederland? Ja, dat is een recht. Dus dat mag moet ook zo aankomen. Zijn. Dat moet ook zo blijven ook. Moet iedereen überhaupt wel kunnen stemmen? Als je helemaal niks vanaf weet, moet je dan wel je stem kunnen uitbrengen? Vind ik niet. Nee, ik vind dat er echt genoeg mensen zijn in Nederland die ik niet... Ja, dat klinkt heel lullig, maar niet capabel genoeg acht om echt te mogen stemmen ook. Ik vind van niet. Niet iedereen moet kunnen stemmen? Nee. Ja, kijk maar naar Amerika. Ja. Perfect, huppakee. Ja, maar is toch zo, joh. Die mensen hebben totaal geen kennis van... Ja, ze hebben daar totaal geen kennis van, zeg maar. En ze gaan wel stemmen. Nee, maar dat is hetzelfde met andere onderwerpen. Mag iedereen kinderen krijgen? Daarvan denk ik ook niet, als het ware. Dan staan we hier nog wel even, denk ik. Op nummer 4 staat onze poll over de derde klas coupé in de trein. Met speciale staanplaatsen. Wat vinden we van dit idee? Wat vinden de treinreizigers hier in Nijmegen eigenlijk van dit idee? Zien we het zitten om 's ochtends en 's avonds in de spits te moeten staan als ons dat geld scheelt? Hebt u kunnen zitten tijdens uw treinreis? Wij hebben kunnen zitten. Oké. Okay. Vanuit Wolfhezen. Oké. Okay. Wat vind je ervan als je moet staan? Geen probleem. Geen probleem. Niet zoveel, dus. Okay. Ik vind het prima. Maakt u niet zoveel uit? Nee, u reist eigenlijk nooit met de trein. Ja, heel af en toe. Moet je vaak staan of heb je geluk dat je een zitplaats hebt? Nou, het ligt er aan wanneer ik reis. Als ik in de spits reis niet. Dan moet je staan. Ja, dan moet ik zeker staan. Ja. Zou je er gebruik van maken? Nee, ik wil het liefst gewoon zitten. Dus jij zou een trein wachten om toch te kunnen zitten? Ja, eigenlijk wel. Maar u bent van mening dat iedereen zou moeten kunnen zitten? Ja, vind ik wel. Dan kunnen ze hem iets groter maken en dan kunnen die ook zitten. Ik woon vlakbij station Goffert. Ja. Ja, ik heb ook een goede busverbinding, maar als ik vanaf station Goffert, dan zou ik wel gaan staan. Ja. Ja, inderdaad. Dus het ligt even meer met de afstand te maken die u moet afleggen. Op 3 staat onze vraag naar wie de populairste politicus in Nijmegen is. Is het Klaver, Simons, Wilders, Rutte of toch heel iemand anders? Vorige keer volgens mij op CDA gestemd. Ik ben bang VVD weer, maar ik heb me er nog niet echt in verdiept, dus dat moet ik nu doen. Ik ben er niet uit. Ook niet? Nee. Benen liegt nog harder als de ander. Weet u het al een beetje? Nee. Ik denk het wel. Ja. Nee, ik wil nog wat uit. Ik hoor 2 verschillende antwoorden. Nee, ja. We willen nog wel wat. Toch nog wel even het aanhoren, maar... Maar dat we het somber inzien. En hoezo ziet u het somber in? Nou, wat denk je? Misschien Wilders? Ja. Ik ga nou voor een ander kleurtje groen. GroenLinks, ja. Jesse Klaver. Ja, die gaat lekker in de peilingen en in de media. Dus ik denk dat die wel kans maakt om goed te scoren. Op nummer 2 staat de demonstratie van Nijmegen Against Hate. Demonstranten verzamelden zich op plein 44 om zorgen uit te spreken over de huidige samenleving. Nou, kort samengevat wat Jimmy zei. Als de liefde sterker wordt dan onze behoefte aan macht, dan zullen we vrede kennen. Of Martin Luther King hetzelfde, hè? Haat kan geen haat uitdrijven, alleen liefde kan dat. En ik vind de trend nu van Trump en Wilders en Le Pen dat er steeds meer haat gezaaid wordt en angst. En je bereikt misschien, zoals Wilders, misschien maar 15% van de mensen die nog niet goed begrijpen waar het naartoe kan gaan. Maar ik weet vanuit de Tweede Wereldoorlog
dat haat en angst leidt tot geweld en geweld kan tot oorlog leiden. Welk signaal wil je afgeven? Nou, het signaal dat het echt de verkeerde kant op gaat in de samenleving. Dat er niet op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. En ik vind against hate vind ik een wat negatieve formulering. Dus ik ben liever voor samen, voor compassie en voor empathie. En daarvoor ben ik hier. Is het Wilders die veel stemmen krijgt? Of? Nee, ik ben niet zo politiek per se. Nee, ik vind het gewoon belangrijk dat mensen ook gewoon weer een beetje gaan luisteren in plaats van gaan roepen. Tot slot de nummer 1. Het best bekeken item van 2017 tot nu toe. Deze titel is voor het item over het vergiet op het rijbewijs. Mienke de Wilde wilde graag met een vergiet op haar hoofd op haar rijbewijs, omdat het bij haar geloof hoort. Wat vond Nijmegen hiervan? Dit is Mienke de Wilde uit Nijmegen. Ze is lid van de kerk van het vliegende spaghetti-monster. Nou ja, ik zie mijn vergiet als religieus hoofddeksel. En zij vindt als mensen met een hoofddoekje dat mogen en met een keppeltje dat zij dat ook zo mogen. Ja? Nou, gelijke rechten. Nee, ik vind daar geen grens in zitten. Een wat? Het vliegend spaghetti man. Ja, het is echt Nee, dat zegt mij niks. Heeft u meegekregen dat er een rechtszaak gaande daarover was? Ja. En wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het heel terecht. Bruls weer of niet? Ik weet niet of Bruls er direct mee te maken heeft, maar de gemeente heeft dat eigenlijk afgewezen. Er is nu een rechtszaak bezig. Bij Bruls past geen vergiet op het hoofd, daar is hij te groot voor. Hè, die... Maar het zou met zorg zijn, echt. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. Zometeen dus onze carnavalshit, maar eerst kijken we naar de uitslag van onze poll. Deze week vroegen we jullie op Twitter wat je vindt van de stelling dat anoniem solliciteren de norm zou moeten worden om discriminatie op basis van je naam te voorkomen. Het is wel een veelbesproken onderwerp in deze verkiezingstijd en ook veel stemwijzers nemen deze stelling mee. De Nijmegenaren hebben er nu ook over gestemd en dit is de uitslag. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Dan gaan we nu eindelijk naar onze carnavalskraker toe. Vorige week vroegen we jullie al op straat waar een carnavalshit aan moet voldoen en wat er nu eigenlijk in een typisch Nijmeegse carnavalshit voor moet komen. Kijk even kort mee naar een terugblik hiervan. Als ze een carnavalshit over Nijmegen zouden moeten maken, wat zou er dan in moeten komen? Een carnavalslied over Nijmegen. Ja. Help, de Waalbrug. Ja, vind ik wel. Ja. Om op kruipen naar Sint-Peter is of dingen van... Waar is het weer eens? Naar de kerk. De Waalbrug misschien. Wat rijmt er op Waalbrug? Op de Waalbrug, daar kom je elke keer weer terug. Over de oversteek? Ja, de oversteek. En misschien een stukje Patricia Pai. En, ja, zie je maar. Wat rijmt er op de oudste stad? Ja, dat laat ik aan jullie over. Hè. Jullie willen een liedje maken. Ik zing wel mee. Jullie mogen helpen. Ik zing wel mee als het liedje er is. Dat kan ook, hè? De afgelopen week zijn we druk bezig geweest met het schrijven van een nummer, het inzingen daarvan en het opnemen van een videoclip hiervoor. Het resultaat hiervan krijg je nu te zien. Let wel op, we zijn natuurlijk geen muzikanten en dat is best wel goed te horen. Kijk mee naar ons carnavalsnummer met de titel Al mot ik supe. Noem me een zatlap, een zuipschuif. Noem me drankorgel, een zatladder. Het is maar één keer per jaar voor alle feestbeesten uit Knotsenburg. Gara! Peter! Bezoek Nijmegen. Wat zegt het volk? Hij vierde feest in de Randstad. Maar ja, daar horen ze niet veel van carnaval. Ik zeg kom hier naar de Waalstad. Feesten wel en drinken snel zijn altijd zat. Altijd feest! Ze zei me, oh schat, kom toch eens naar de Waalstad. Weet zeker, je bent er niet snel zat. Wij weten hoe je carnaval viert. Over de Waalbrug, nee, je wilt echt nooit meer terug. En ook al moet je kruipen, op blote voeten gaan we gaan. In Knotsenburg feesten, Knotsenburg. Hou me niet tegen, Knotsenburg heeft het, Knotsenburg. Je kan maar beter. Knotsenburg, hou me niet tegen. Knotsenburg heeft het, Knotsenburg. Knotsenburg. La 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 la
iets voor mij. En weet je wat mijn moeder zei? Ze zei me, oh schat, kom toch eens snel naar de Waalstad. Ik weet zeker, je bent het niet snel zat. Wij weten hoe je carnaval viert. Over de Waalbrug, nee je wilt echt nooit meer terug. Ook al moet je kruipen, op blote voeten gaan we gaan. In Knotsenburg feest het Knotsenburg. Hou me niet tegen. Knotsenburg heeft het Knotsenburg. Je kan maar beter. In Knotsenburg feest het Knotsenburg. Hou me niet tegen. Knotsenburg heeft het Hij kan niet.